Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en een reclamedeal. Vandaag in Rood-Wit TV gaan we in gesprek met een oude bekende. Een nieuwe kans op 2 vrijkaarten voor FCM in de quiz van Karel. En hoe lost trainer Dick Lukien de personele problemen op voor de wedstrijd tegen FC Utrecht? De belangrijkste vraag in aanloop naar het duel tussen de nummers 7 en 16 van de Eredivisie is hoe het is gesteld met de fitheid van de selectie. Want na afloop van het duel tegen PEC Zwolle was de lijst met geblesseerden groot. Anko Jansen, Shani Tarashai en ook spits Marco Kolar zagen we in ieder geval vandaag nog steeds niet op het veld. Wel weer Tommy Jarier, Nicolai Larsen en Michael Chacon. We waren weekendvrij en ik heb daar niet echt van kunnen genieten, want ik moest naar kaakchirurg helaas voor mijn verstandskies. Dus hij is nog een klein beetje dik. Ja, een klein beetje dik, nog pijn ook? Nee, niet meer pijnlijk of zo, maar ja, ik voel gewoon nog dat hij een beetje opgezwollen is. Maar het is al een stuk minder. Eén dag na de operatie toen was het echt zo dik, maar nu valt het wel mee. Ja, ik had een beetje last van de hamstring. En in overleg met de club zeggen wij naar de Deense onder 21 dat ik liever hier zou blijven. En klaar zijn om weer tegen Utrecht te spelen. De oogst van FC Emmen tot nu toe is mager. 3 punten uit 5 duels is ook niet waar de selectie op had gehoopt. En is gezien de verloren thuisduels tegen Groningen en PEC Zwolle minimaal ook 2 punten te weinig. En dus moet er misschien simpelweg ook wel een resultaat worden geboekt zaterdag. Ja, moet is een groot woord, want het is geen kleine club FC Utrecht. Maar het moet wel duidelijk zijn dat wij daar wel voor resultaat komen, zeg maar. Op zijn minst een gelijkspel. Zijn er zorgen bij jullie? 3 punten, 5 wedstrijden. Is eigenlijk te weinig, zegt iedereen. Vinden jullie dat ook? Ja, natuurlijk. Het is niet genoeg om in de Eredivisie te blijven. So, ja, wij moeten echt een andere kant op. So. Wat moet er anders? Ja, wij moeten winnen. Ja, dat is heel makkelijk. Maar qua spel, wat moet er beter? Ik weet niet, misschien in de laatste fase. We moeten veel meer scoren en veel meer kansen creëren en misschien ook niet zoveel ballen in eigen doel hebben. Ja, of tegen. Maar ja. Zelf scoren zal wel heel fijn zijn, hè? Kijk je dan ook naar jezelf, dat het beter moet? Ja, natuurlijk. Dan moet ik scoren. Dan moet ik assisten geven en zo. Kijk, we hebben sowieso in ons team slechte verliezers. Dus druk, niemand houdt ervan om te verliezen. Helemaal niet als... Wat algemeen bekend is dat wij bijvoorbeeld tegen Groningen ons tekort hebben gedaan en nog een paar wedstrijden. Ja, het is gewoon klote. Bijvoorbeeld ook tegen Zwolle hebben we onszelf ook tekort gedaan. Maar ja, het seizoen is nog jong, zoals ik al zei. En we doen er alles aan om het recht te zetten. Vorig seizoen was hij dé man die FC Emmen op het goede spoor bracht in Utrecht. Toen de Drenthe een 1-0 achterstand ombogen in een 1-2 zegen. Luciano Slagveer. Vorig jaar nog huurling en sinds vorige week maandag definitief overgenomen van het Belgische Lokeren. Ja, ik ben hier heel lang weg geweest. Dus eigenlijk voelt het bijna alsof ik gewoon door ben gegaan. Alleen conditioneel merk je dat je iets achteruit bent gegaan. De aanvaller had nog een doorlopend contract bij Lokeren. Een financieel goed contract ook, maar kans op speelminuten kreeg hij daar niet. En dus moest Slagveer op zoek naar een club met het liefst een flink gevulde portemonnee. Ja, kijk bij bijvoorbeeld Boluspor vroeg in de transferwindow en dan moest je overwegen of je wel of niet gaat. En ik had bij Emmen, aan het eind van het seizoen voelde ik me goed en ik wou wel graag bij Emmen blijven. Alleen... ze hebben me een contract aangeboden en op een gegeven moment zeg ik nee, omdat ik er nog uit moet komen met de Lokeren. En dan moeten hun ook doorgaan natuurlijk. En nu uiteindelijk ben ik eruit gekomen met Lokeren en heb ik hier weer aangeklopt. En ik ben blij dat Emma mij met open armen nog omvangt. En wie weet maakt hij zaterdag al meteen zijn opwachting in de basis. Ja, precies. Er zijn volgens mij weinig wedstrijden waarin ik niet heb gescoord tegen Utrecht.
En vooral daaruit. Dus het zal voor mij gelijk mooi zijn om daar weer te scoren. De quiz van Karel. Wat is de gemiddelde leeftijd van onze basishelft tegen FC Utrecht? Je bedoelt dan met hoeveel cijfers achter de komma? Nou, Karel loopt er gewoon bij weg. De gemiddelde leeftijd, wat bedoelen we ermee? 1 cijfer achter de komma is voldoende. En stuur je antwoord naar fcm@rtvdrenthe.nl. Karel is al 18 jaar in dienst bij FCM. Dat raden heel veel mensen goed. Maar Ronald Schepers wint 2 kaarten voor een wedstrijd van FCM. Gefeliciteerd. Dick Lukien, een weekje niets gedaan. Tenminste, op papier niets. Je hebt natuurlijk wel geoefend, maar dat mocht niemand weten. Tegen FC Groningen. Maar Utrecht staat voor de deur. Ja, de logische vraag is, is de club er klaar voor? Is de ploeg er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Heb je er zin in? We hebben altijd zin om te spelen. En of we er klaar voor zijn, ja, dat moet zaterdag blijken. We bereiden ons voor op een hele lastige uitwedstrijd. Zo eerlijk moet je ook zijn. Goede ploeg, Utrecht. Die ook voor de punten moeten knokken. Want die hebben de laatste 2 verloren. En dat zullen wij ook moeten doen, want wij willen ook punten halen. Ja, ik heb 2 spelers gesproken. Chacon en Nicolai Larsen. Ja, die zeggen ook van, ja, we moeten gewoon punten pakken. Want dat is de beste remedie. Ja, zo voelt het denk ik ook. Hè? Ja, je hebt een resultaat nodig. Ja, ja, volgens mij gaat het in voetbal altijd om punten halen. En zeker in de fase waarin wij nu zitten. Dat je toch gewoon wat te weinig punten hebt. Dat wil je zo snel mogelijk repareren. En dan is de volgende wedstrijd altijd een ideaal moment om dat te gaan doen. Ja, is dat een punt bijvoorbeeld bij Utrecht al een resultaat voor jou? Nou ja, we spelen vanuit een gelijkspel. In de zin van dat de wedstrijd met 0-0 begint. Maar we spelen niet om af te wachten. We willen daar ook proberen te gaan winnen. En dan zullen we echt top moeten zijn. Want nogmaals, ze hebben heel veel goede spelers. Alleen we hebben vorig jaar ook laten zien. Er waren dus ook heel veel goede spelers dat het kan. Dus daar gaan we voor. En we gaan keihard knokken om daar... Of met een punt of met 3 punten weg te komen. Ja, het is apart, hè? Tegen die ploeg, die toch gezien wordt als een subtopper in Nederland, pak je vorig jaar gewoon 6 punten. Ja, sommige ploegen die... Is het zo? Ligt de een je beter dan de ander? Werkt dat echt zo? Nou, het is nog te kort, vind ik, in de historie van Emmen in de Eredivisie om daar nu over te spreken. Maar vorig jaar lag Utrecht ons heel goed. Maar goed, dat zegt ook voor deze wedstrijd helemaal niks, want ze hebben ook heel veel nieuwe spelers, wij ook. Dus ik verwacht een kolkend stadion met een getergde tegenstander en wij zullen ons daarop voorbereiden. Ja, een ploeg die wil aanvallen, hè? Ja, die gaan thuis er volop vanaf minuut 1 om snel een goal te maken, verwacht ik. Dus tot de tanden bewapend om daar doorheen te komen, zelf proberen te spelen en kijken hoe die wedstrijd gaat. Ja, vindt de ploeg met specifieke kwaliteiten trouwens? Of is het echt een collectief? Nee, beide wel. Maar ze hebben veel goede spelers. Ze hebben ook snelheid voorin. Mensen die een goal kunnen maken. Dus een redelijke complete ploeg. Ik las ergens in de Voetbal International deze week die een aanval zou kunnen doen op de top 3. Dus, zie jij dat ook zo? Ja, ik vind wel dat zij een complete ploeg zijn. Als je ziet wat zij op de bank hebben zitten, wat ze nog kunnen brengen. Ja, dat is wel luxe. En wat zijn die spitsen snel, hè? Die 2? Ja, er zijn er een aantal op de brommer. Dus wij zullen de ruimtes onderling afstanden worden moeten hebben. Elkaar moeten kunnen helpen. En doen wat we kunnen met name. Hoe is het met jouw compositie? Want dat heb je al vaker gezegd. Hè? Ook na de wedstrijd tegen PEC Zwolle zei je van ja, dit is waarschijnlijk nog niet de compositie. Of tenminste, je moet sleutelen. Ga je sleutelen? Heb je gesleuteld? Ja, op dit moment kan ik daar, wil ik daar niks over zeggen. Kan ik ook nog niks over zeggen. Omdat we een aantal jongens hebben met kleine pijntjes. Niet geheel okselfris nog. Dus morgen is er nog een dag. Dan gaan we kijken hoe iedereen ervoor staat. En van daaruit maken we keuzes. Ja, kan je in ieder geval nu al iets aangeven die sowieso niet kan spelen? Ja, het gebruikelijke lijstje. Janssen, Tarasjai, Kolar gaan het sowieso niet halen. De Sefio Payne is daar deze week bijgekomen. En Daniel Kamara-Bos heeft een blessure opgelopen vorige week in Groningen. Ja, met name die eerste 2 wisten we, hè? Janssen en Tarasjai. Maar Kolar, ja, die is natuurlijk al even geblesseerd. Had last van zijn teen. Maar dat duurt langer dan jij en dat we allemaal misschien hoopten. Ja, natuurlijk hoop je dat een belangrijke speler snel fit is. Maar een kneuzing is moeilijk te voorspellen. Hij heeft daar meer last van dan we hadden gedacht en ook gehoopt. Dus dat vergt iets meer tijd. Ja, Jafar Arias is natuurlijk nu nog niet terug. Heeft 2 interlands gespeeld. Ja, en ja, hij heeft zelf niet meegedaan. Hè? Ja, 5 minuten in de eerste wedstrijd. Maar die tweede was nogal beladen. Doordat er een teamgenoot in het hotel overleed. Heb jij met hem gesproken al? Nee, ik heb hem nog niet live gesproken. Dus dat doe ik morgen.
Ja, en die jongens hebben een soort van spookwedstrijd gespeeld. Van, ik geef het je te doen, hè, als in het spelershotel een teamgenoot komt te overlijden. Ja, dat is natuurlijk enorm heftig. Dus dat zal ook iets met Jaffer hebben gedaan. Sowieso de reis komt vandaag, landt vandaag op Schiphol. Ja, weet je, heel kort dag richting zaterdag. Dus we zullen ook daar moeten monitoren hoe die ervoor staat. Hoe die alles heeft kunnen verwerken, eventueel, of niet kunnen verwerken. Dus ook daar moeten we in gesprek. Ja, maar de kans bestaat dus dat je met een andere spits gaat spelen. Die kans bestaat. Ja, is die groot? Ja, nee, dat vind ik lastig omdat ik Jaffer nog niet heb gesproken. Dus daar ga ik nog niks over zeggen. Nee, ik vroeg het wel aan Loutsen. Is het een speler die bijvoorbeeld in een spitse systeem kan spelen? Als een van de twee aanvallers bijvoorbeeld. Kan die dat? Nicolai bedoel je? Ja. Ja, dat denk ik wel. Complete speler die weet hoe de druk komt, hoe die tegenstander druk zet. Dus ik denk dat vanuit de centrale positie ook prima bij Loutsen kan passen. Alleen hij heeft van rechts ook bewezen dat hij daar een mooi tandem vormt met Glenn. Dus dat is een puzzel die we nog moeten leggen. Ja, het is wel iets om over na te denken. Ja, nog gedwongen dus, hè? Ja, maar je kijkt altijd naar van oké, welke mensen heb ik tot mijn beschikking? Wie kunnen we inzetten? En van daaruit kijk je naar wat goed is voor het elftal. En tot zover Rood-Wit TV van vanavond. Zaterdag speelt FC Emmen uit tegen FC Utrecht. De wedstrijd begint om 20:15. De uitzending op Radio Drenthe om 20:30. Graag tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en reclamedeal.